Een hele goede morgen allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vorige keer hebben we het gehad over light painting en deze keer gaan we het hebben over vuurwerkfotografie. En aangezien de jaarwisseling er al bijna weer aankomt, dacht ik, dit is het perfecte moment om deze video te maken. Deze video wordt gefilmd met zowel mijn digitale DSLR camera, de Canon EOS 750D met mijn standaard kitlens 18.55mm en met mijn telefoon, aangezien ik niet echt over een vlogcamera beschik of een andere filmcamera, dus ik ga stukjes waar ik mijn camera ga filmen gewoon met mijn telefoon doen. Als de beeldkwaliteit iets afwijkt, ligt het dus daaraan. Voor ik het vergeet, alle tips die ik je vandaag in deze video geef, kun je aan het einde van deze video nog even rustig teruglezen op mijn blog. Er staat een linkje in de videobeschrijving. Nou, ik ben met vuurwerkfotografie begonnen in de jaarwisseling 2014-2015, maar vlak daarna is mijn computer gecrashed. Dus alle foto's die je gaat zien zijn vanaf de jaarwisseling 2015-2016. En ik fotografeer elk jaar eigenlijk op twee momenten. Namelijk bij de afsluiting van de zomerkermis en tijdens de jaarwisseling. Tijdens mijn eerste keer vuurwerk fotograferen maakte ik gebruik van een telelens. Een 70-300mm lens. Het enige probleem wat ik hierbij kwam, ik dacht, nou, ik gebruik een mooie grote lens, ik gebruik een statief. Het enige probleem was dat deze lens veel te dichtbij kwam. Ik kon niet fatsoenlijk het gebied in de lucht pakken die ik eigenlijk op de foto wilde hebben. En deze lens had dus een te grote brandpuntsafstand. Voor de rest van de foto's die je straks ook gaat zien, heb ik gewoon mijn standaard kitlens gebruikt. De EFS 18 tot 55mm. En die zou ik ook iedereen aanraden als je vuurwerk gaat fotograferen. De volgende tip die ik kan meegeven is: zorg voor een stabiele ondergrond. Ga dus niet tussen de kiezels of misschien in het gras staan, maar gewoon een fatsoenlijke stoep, een breed genoeg stoep. De straat, je oprit werkt allemaal een stuk beter, want je kan wel een stevig statief hebben, maar als je ondergrond niet stabiel is, heb je daar nog niet heel veel aan. De volgende tip die ik je meegeef is: zorg voor een goed stevig statief. Ik heb hier zelf een Vanguard statief en zorg ook dat je het statief op alle mogelijke plekken op slot zet. Je hebt bijvoorbeeld hier een draaischijf die je nog vast kan zetten. Zorg dat deze goed is vastgesteld. Zorg dat je hem hier en hier aan de zijkant goed hebt vastgezet. Zo zorg je ervoor dat je camera zo stabiel mogelijk staat en verzeker natuurlijk ook de poten. Sommige camera's hebben een live viewer functie en die activeer je door op dit knopje hier te drukken. Meestal staat er een rood puntje boven en is het dezelfde knop als de recording knop in de videomodus. Wat er dan gebeurt, je ziet op dit scherm, zie je jouw beeld voor je. En wat ik gemerkt heb, is zeker als je fotografeert tussen twee knallen door, dat op het moment dat jij op de knop drukt om de foto te maken, dat je camera soms heel lichtjes kan bewegen. Zeker als je een iets te zware lens erop hebt staan of je statief wat minder stevig is. Dat dan kan werken, is gewoon hier één keer op je scherm tikken, gebeurt veel minder beweging en zo krijg je veel sneller en veel scherpere foto. Zorg dat het vuurwerk de enige lichtbron is in je foto. Je zult in alle foto's zien dat ik ten alle tijde heb geprobeerd lantaarnpalen te vermijden in het schieten van de foto's. Dit zorgt namelijk voor een heel vertekend beeld en je kunt van die rare sterren in beeld krijgen die je eigenlijk niet wil hebben als je fatsoenlijk vuurwerk vast wil leggen. Net als bij lightpainting is het belangrijk dat je foto's ruim genoeg neemt. Je kunt hem altijd nog kroppen in nabewerking, in welk programma je daarvoor ook wil gebruiken. Maar is een foto nou eenmaal te wijd geschoten, krijg je hem niet kleiner. Dus schiet hem liever zo wijd mogelijk op bijvoorbeeld een brandpuntsafstand van 18mm. Je kunt hem altijd nog bijsnijden later. Dit is een tip vooral als je vuurwerk gaat schieten op oudjaarsavond. Bij de vuurwerkshows heb je gemerkt, of heb ik gemerkt, dat het vuurwerk altijd op een bepaalde plek wordt afgeschoten. En ze zitten allemaal ongeveer op dezelfde afstandslijn van het publiek af. Iets wat dus belangrijk is om te onthouden, is dat jij goed je focus point hebt geselecteerd. En bij zo'n vuurwerkshow is dat iets makkelijker, omdat het vuurwerk altijd op dezelfde plek verschijnt. Of in elk geval in een bepaalde afstand van elkaar waar je wat makkelijker goed kan scherpstellen. Maar gebruik hiervoor dus een heel hoog diafragma. Ik zou zelf denken aan een diafragma van f20. In de foto's zie je voorbij komen welk diafragma ik hier heb gebruikt. En sommige dingen zijn bijvoorbeeld ook wel handig om bijvoorbeeld scherp te stellen op de bovenkant van een boom. Waar jij denkt dat het vuurwerk gaat verschijnen, zodat jij binnen die range betere foto's kan maken. Zet je diafragma liever iets te hoog dan te laag.
Het scheelt een hele hoop foto's. Iets waar je ook op moet letten met als je gaat fotograferen op Oudjaarsdag, dat je je camera heel veel met rust moet laten, aangezien je vaak met een hele hoge sluitertijd werkt. Ik werk gemiddeld met een sluitertijd van tussen de 8 en de 13 seconden. Dus waar je voor moet zorgen is dat je op een plek staat waar je veilig staat, waar jij snel kan wegduiken mocht er een vuurpijl op je afknallen, maar ook dat er niet te veel mensen staan die jouw camera omver kunnen lopen. Als je namelijk bijvoorbeeld op een druk feestje bent en iemand stoot er tegenaan en er komt net een knal voorbij, dan is je foto al super erg bewogen en dan ga je er niks meer aan kunnen doen om die foto nog te redden. Nu kom ik weer terug op mijn stabiele ondergrond, stabiel statief, zeker je statief overal. Zorg dat die stevig staat, zet hem gewoon op een stenig ondergrond neer. Dat zorgt voor de minste problemen. Nog een laatste tip, hou er rekening mee, niet alle foto's gaan in één keer goed. Stel je wil een foto schieten van een vuurwerkpakket die net is afgelopen voordat jij de foto maakt. Kan gebeuren, bereid je voor. Het is niet erg, het is zeg maar... Als ik foto's schiet, schiet ik er misschien 100, waarvan ik er denk ik tussen de 5 en de 7 kan gebruiken. Het is gewoon gokken. Het is een beetje geluk hebben. Met een beetje geluk steekt er iemand toevallig net een gave vuurpijl af op het punt waar jij had scherp gesteld. Vooral veel lol maken. Veilig doen met vuurwerk. En als het kan, want meestal is het op Oudjaarsavond vrij koud, doe handschoenen aan, alleen dan zonder vingertjes. Dan kun je namelijk makkelijker je camera bedienen. Als laatste wil ik jullie nog een paar foto's laten zien die ik over de jaren heen van vuurwerk heb geschoten. Alle specificaties staan per foto in de video. En heb je nog vragen, stel ze dan in de comments hier beneden. In elk geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Geef me een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En onthoud alle tips, tricks die ik in deze video geef, ze nog beschrijven op mijn blog. Linkje vind je in de videobeschrijving. En vergeet vooral niet te abonneren. In elk geval, tot de volgende video. Doei!